Het focust ook zich heel erg op verhaal, want het is een soap series. Ja, het verhaal. Nou en ja, een Helbink. Kent u die nog? Ik heb ook geen idee waar die naam vandaan kwam. Jongens, het is tijd voor een nieuwe IP en wel Quantum Break. Quantum Break zegt volgens mij wel aardig, maar... voor Xbox One en PC, een nieuw IP van de makers van Alan Wake. Ja, van Alan Wake en Max Payne. Waar? Max Payne? Ja, van heel vroeger toch? Echt? Waar is hij van? Voor een Rockstar. Echt? Dat ja, is ik niet. Trivia. Leuk stukje trivia, dankjewel. Ja, was jij fan van Alan Wake? Ik vond het wel leuk, ja. Ja. Ik vind het vooral leuk dat we wat nieuws doen, wat nieuws ja. proberen. Ja, je vond Alan Wake leuk, maar na 10 minuten had je zoiets. Ja, dat is niet meer nieuw. Nee. Laat maar. Is ook zo. Maar is genoeg voor de review. Want Alan Wake was een soort Luigi's Mansion, hè? Maar dan met schieten. Ja, zaklampjes schijnen. Ja. Nu gaan we naar Quantum Break. Ik heb geen idee wat we ervan moeten verwachten. Het is iets met tijd. Ja, ze waren heel vaag in het begin met eigenlijk van die teaser trailers. Dat je dacht van wat gaat er gebeuren? Je zag schepen tegen bruggen aanvaren en de tijd ging stotteren, zogenaamd. Ja. Het is inderdaad een actiegame waarbij je heel veel met de tijdmanipulatie kan doen. Dat doe je zelf? Dat doe je zelf. Oké, en laten we eerst even de setting scene. De setting scene? Wie ben je? Je bent Bobby Drake van de X-Men. Iceman. Nee. Dat is die acteur. Ja, Sean Ashmore. Ja, ja, ik herkende hem. Ik dacht, dat is Bobby. Dat is Bobby. X-Men. Ik was altijd fan van Iceman namelijk vroeger. Ik dacht aan dat hondje van Kuifje. Oh nee, dat vind ik ontzettend lul. Ja. Maar, die heel arrogant beest. Ja, vreselijk. Nee, is iets, is iets. Kuifje, move. Ja, echt hè. Ontzettende zak. Ja. Tenminste, die heeft hij niet meer. Nee. Ongetwijfeld gecastreerd. Want ja, het is een hond. Ja, na 2 weken. Gewoon als pup. Bij de moeder weghalen. Mes erin. Hier. Job, ja. Kun je me weten gelijk. We hadden het in godsnaam over. Behalve besnijdenissen. Setting. Ja, de setting scene. Ja, wat gaan we doen? Ja, je bent Jack Joyce. Inderdaad, die jou wel opviel als iemand. Die heeft een goede kameraad, Paul Shireen. En die nodigt hem uit om naar richting een experiment te komen. Want daar wil hij graag wat progressie mee boeken. Eigenlijk iets minder snel, of iets ja, minder omvangrijk als eigenlijk volgens de regeltjes zou moeten. Ja. En dan loopt helemaal uit de hand. Het is een beetje de mad scientist... Zo'n concept is het inderdaad, ja. Van ik wil graag iets doen met tijdreizen. Help me eens even, dat gaan we gewoon doen, dat gaat allemaal goed komen. Oké, dus en hij wordt dan een mutant als het ware, hij krijgt powers. Ja, zowel Jack als Paul, die worden eigenlijk beïnvloed of eigenlijk geraakt door dat ontploffende experiment met tijdreizen. En die krijgen dus allebei powers. En wat zijn die powers? Wat is iets met tijd, maar wat kun je exact? Je kan... eigenlijk heel concreet in de gameplay kan je bijvoorbeeld even een kort stukje versnellen. Dus eigenlijk veel sneller gaat dan anderen om je heen. Ja, het is eigenlijk een soort dash naar voren. Je kan tijdelijk in een soort bubbel vertragen. Dat kan eigenlijk dus heel makkelijk dat je daar tegenstanders mee vastpint op een locatie voor een paar seconden. Ja. Dus kan je er echt volop losschieten en dan als de tijd klaar is zie je alles uit elkaar knallen. Ja, dat ziet heel vet. Ziet er heel vet uit. Ja, ziet er super vet uit. Je kan bijvoorbeeld ook een soort tijdbubbel om jezelf heen maken, zodat je eigenlijk tijdelijk niet geraakt kan worden. Dus dan zie je ook al die kogels zo naar je toe komen en erop afketsen. Ja. Dat ziet er echt heel tof uit. En voor de rest kan je ook bijvoorbeeld, wat je met de tijd heel goed kan doen, is objecten manipuleren. Dus als je bijvoorbeeld ergens een enorm ding laat ontploffen, allemaal pallets storten in elkaar, kan je ook eigenlijk met een druk op de knop zeg maar alles weer even heel tijdelijk in de oude staat terugbrengen. Ja, maar dat is één knop, hè? Ja, dat is één knop. Dat is niet heel spectaculair, maar dat is meer voor het puzzelelement. Ja, precies. Oké, dat klinkt tof. En verder combineert het dat met gewoon een third-person shooter. Ja, ja, het is eigenlijk heel vergelijkbaar met veel third-person shooters. Het is inderdaad, à la Gears of War werkt het wel heel erg vanuit cover schieten. Ja. Alleen cover gaat dan wel heel automatisch. Je loopt gewoon ergens naartoe en hij duikt meteen al een stukje omlaag. Dus je hoeft niet heel actief daar naartoe te springen. Ik vond, ik heb de game ook gespeeld in de Quantum Break bus, stond hij voor de deuren van de week. En ik vond het schieten niet zo bijzonder, maar ik vond alles met de krachten vet. Dat is het precies ook inderdaad. Het schieten vond ik heel generiek. Ja, heel generiek. Ik vond het wat houterig ook. Het is even wennen. Het is niet zo soepel als in veel andere shooters. Ja, want ik was aan het spelen en ik had eerst die pauze helemaal niet door. Ze was gewoon aan het schieten. Dus, best wel generiek shooter. Maar toen ging ik die pauze gebruiken. What the fuck, dat ziet er zo vet uit. Die gasten zien zo vliegen en kapot gaan en super awesome. Ja, maar dat is het ook echt. Het is meer dan een trucje, maar dat maakt het juist wel inderdaad heel onderscheidend, heel tof. Je moet het wel veel gebruiken, anders doe je jezelf tekort in de game eigenlijk. Ja, dan wordt het saai. Inderdaad, want dan hou je een hele vlakke shooter over, zeg maar. Ja, precies. Ja. Even over het verhaal, want dat is heel belangrijk, want je speelt een soort sub-series. Ja, het is een combinatie van gameplay, dus game en tv-serie.
daar hebben ze heel erg hard op gehamerd. Van, ja. Dat is uniek, revolutionair. Nou, nee. Nee, het is leuk, maar het had voor mij betreft eigenlijk net zo goed gewoon een CGI trailer kunnen zijn tussendoor, om het verhaal te vertellen. Maar filmpjes zijn wel mooi. Zijn wel mooi, tuurlijk. Zowel de in-game filmpjes als ook gewoon de serie. Er zit wel een productiewaarde aan vast, want je hebt inderdaad gewoon, je hebt een Sean Ashmore, je hebt een Aiden Gillen, Littlefinger uit Game of Thrones. Ja. Dus er zitten best wel wat bekende namen in en het is echt niet allemaal heel low budget, zeg maar. Dus dat is best wel netjes gedaan, maar... Krijg je dan ook een previously? Dat is zo irritant als je net een game hebt gespeeld. Ja, Previously. En ben ik net bezig. Kijk je dat? Krijg je dat? Of nee. Nee, oké, dat is wel fijn. Oké, ik vond ik nog even de graphics behandelen, want ik vond ze niet heel sterk. De films zijn mooi, maar in-game vond ik oké. Nou, ik vind de stijl vooral heel mooi. En dat is dan natuurlijk een beetje, lijkt het op een soort excuus van, nou, overall is het niet super, maar het heeft zo'n leuke stijl, hè? Ja, is dat het? Het is net als indie games, nee. Net als indie games, ja. Nou, ik vind het, het heeft gewoon een hele toffe stijl, zeg maar. Inderdaad, wat je zou als je die powers gaat gebruiken, dan ziet het er gewoon echt heel tof uit. Ja. Maar als je op details gaat letten, dan valt inderdaad op, ze hebben wel concessies moeten doen om het uit de console te proppen. Ja, in ieder geval op de Xbox One, daar heb jij hem op gespeeld. Ja. Tom heeft het gespeeld op PC, dus hij streamt elke woensdagavond. Dus kom even naar Twitch, kun je hem anders verhouden, de PC-versie. Kan je meteen kijken hoe het eruit ziet? Ja. Mooi, hè? Dat ik even de bezoeker gewoon. Je maakt niet zo lui dat je gewoon op ons wacht. Ga even naar Tom toe en vraag hoe is de PC-versie. Ja, wat zou de rest ook weer? Gaan we gewoon opzoeken? Ja, gaan we gewoon. Ergens in Utrecht. Ergens in Utrecht. Maar oké, wilde jij nog iets kwijt? Over de game? Nou. Hoe lang ben je ermee bezig? Heeft het je veel gedaan? Is het memorable? Nou, is het een franchise? Ik denk dat het een franchise kan zijn, maar ik ben dan wel heel benieuwd hoe ze het verder gaan uitwerken. Want je hebt nu eigenlijk al vier powers die we ook al wel uit veel andere games kennen. Je hebt inderdaad, in het verleden heb je bijvoorbeeld die Prince of Persia Sense of Time trilogie gehad. Ja. Kon je al veel met tijd doen. Op de Xbox vroeger had je Blinks. Ja, Blinks. Ja, dat een beetje cartoony game. Zoek maar op, staat een linkje in de review. Naar onze oude review van Blinks. Echt 15 jaar geleden. Mooi. Echt de eerste review sinds Houten. Ja. Je hebt gewoon eigenlijk best wel veel concepten die we al kennen uit andere games. Waar ook gewoon met de tijd. Timeshift, ook een shooter met tijd. Maar je hebt gelijk. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat ze er nog meer mee kunnen doen. Het voelt wel inderdaad een beetje aan zo van, ze hebben nu echt een hele mooie stap gezet naar iets. Die tv-serie, ja, daar hoeven ze voor mij niet zo op te focussen verder. Maar gewoon die gameplay, daar kunnen ze volgens mij echt veel meer nog mee. Oké. Okay. Maar als je zei, hoe lang vermaak je ermee? Nou, dat kan echt tussen de 5 en de 10 uur zijn volgens mij voor één enkele playthrough. Ja, er zit ook geen multiplayer component in. Nee. Vind ik goed hoor, vind ik goed. Hoeft ja, focus. Ook niet. Focus maar lekker. Oké, duidelijk, je hebt de game een 8 gegeven. Ja, het is gewoon een toffe game. Ik verwacht niet dat het de system seller gaat worden waar ze misschien op hoopten. Maar het is gewoon wel eentje waar je gewoon als consolebezitter trots op mag zijn. Dit voelde als een comma, maar ik heb het idee dat het een punt was. Maar als dat was het. Dat was het, dankjewel. Ja, ja. Bedankt voor het kijken en tot snel. Ik zwaaide letterlijk naar je zwaai echt. Dag lieve mensen. Dag thuis. Dag alle drie. Het is niet anders. We maken er een end aan. Ja, want het is net zo stom als je duim opsteken. Dat ziet er ook zo lullig uit. Het ziet echt heel lullig uit. Ja, dat moet.